is hem, Michael Hatschief, de 28-jarige Oostenrijker. En hij rijdt tegen Kazuhiro Sato, de Japanner uit Kanagawa. Ready. Hatschief was tiende op de 5 kilometer. De eerste afstand bij de heren. Maar na 1988 is het eigenlijk minder met hem gegaan dan wij van tevoren gedacht hadden. 88 was het jaar waarin hij zichzelf vestigde, na eerder een derde plaats bij een WK. Maar zijn reputatie heeft hij niet verder kunnen uitbouwen. 36-91 is zijn doorkomst op 400 meter. En ook Michel Hatschief heeft last gehad van een griepaanval. Met vooral klachten wat betreft zijn darmen. Begint zich weer een beetje beter te voelen. En misschien dat we dat kunnen zien zometeen aan 17 kilometer. Hij rijdt zijn derde Olympische 10 kilometer. Want behalve zilver in 88 was er een vijfde plaats voor hem in Sarajevo. 33-6. Ja, kijk maar. 1:10:58. Hatschief is natuurlijk op voorhand iemand die zich, gezien zijn naam, zou kunnen mengen in de strijd om de plaatsen. Nou, pak een beet. 4 tot en met 10. Maar wat doet de griep in het lichaam van de Oostenrijker uit Innsbruck? En wat doet ijs? 1:44:43 en weer een 33-8. Hij zit maar 16e achter Vundering. Die iets sneller opende. Maar Vundering zijn ronden waren nu alleen maar 34ers. Kijken of hij nog een 33 kan produceren. Nee. Maar hij wint wel ietsje op Robert. 2:18:52. 14e achter Vundering. Zijn persoonlijk record reed hij in zijn Olympische race die zilver opbracht. 13:56:11. 4 jaar geleden dus. 34-3. 2:52:87. 100ste. 15e achter Vundering. En bij Michael Hatschief is het vaak een mentale kwestie. Schaatsen kan hij wel, maar de laatste jaren kon hij het eigenlijk niet meer opbrengen om goed hard door te trainen. Dat heeft hij geprobeerd onder leiding van de voormalige Oost-Duitse Reiner Mund. Nou, die was te streng. En nu heeft hij dan zijn maatje Werner Jäger weer, die op hem let. 34-4 zijn rondetijd, 3:27:29. Vundering reed in deze fase rondjes 34-1, 34-2... Dus Hatschief haalt hem niet echt in. Hij heeft 18e achterstand op het schema van Vundering. Daar net op 2400 meter. Nu is hij op weg naar de 2800 meter. En waar is Sato? Daar is Sato. 30 meter. Zijn persoonlijk record staat op 14:14. Hier komt Hatschief. 4:01:61. En 34-3. Dat is mooi van de Oostenrijker. 4:01:61 is nog steeds 18e langzamer dan Robert Vundering. Als je deze twee rijders met elkaar vergelijkt, dan lijkt het alsof Hatschief, en dat is ook zo, veel meer ervoor moet werken. Sato die wat rustiger rijdt. Daarnet dus 18e langzamer dan Vundering. 2 seconden langzamer dan Bos. En hier een 34-1. Hij haalt op
in 200 tijd van 34 naar 34-3 en nu 34-1. En Vunderink reed daar een 34-3. Dus nu ligt hij nog maar 0,6 van een seconde achter op het schema van Robert. Maar voor diegenen die Vunderinks race niet hebben gezien, dat zou kunnen, want het is al uren geleden. Vunderink bleef volharden in die 34ers. Hartje voorlopig ook met 34-0, 5-09-83. En dat is exact de doorkomst van Robert Vunderink, die hier een 34-6 produceerde. Dus, na al dat geweld in de eerste vijf ritten en daarna de rustige voortzetting, daarna hebben we nu in de tiende rit iemand die aanklopt bij de vierde positie van Robert Vunderink. Maar hoe lang houdt hij dat vol? 34-2 en dan 5-44-10. En dat is voor het eerst sneller dan Vunderink. Bijna een halve seconde. Ja, Mikkel Hatschef die zelf gisteren zei van het gaat wel weer lekker. En als een rijder dat zelf zegt, dan heeft hij dat gevoel van in vorm komen. Anders dan roep je niet dat het lekker gaat. En dan is het natuurlijk de grote vraag. Hij heeft nog niet zoveel laten zien dit seizoen. Hoe lang hij dit dan vol kan houden. Nou, van de zekerheid ook maar even de doorkomst van Karlstad op 4400 meter erbij gepakt. Eerst Hatschief in 34-3. 6-18-41. Nou, Karlstad zat toen nog ruim 6 seconden voor Hatschief. Op 4400 meter. Maar 6-18-41 is wel 18e sneller dan Vunderink. En dan gaan we nu naar de 4800 meter. Robert kwam daardoor in 6-53-7. Kijk, naar de 6-52-7. Van Hatschief. 34-3 weer. Een seconde sneller dus dan de Raaltenaar. En Sato die een rondje van 33-8 weet te produceren. Zomaar even tussendoor. Nu ook naar de binnenbocht gaat. En misschien wel wat dichterbij kan komen bij Mikkel Hatschief. Vunderink had nu een 34-2, een 6 en weer een 2. 5200 meter voor Hatschief. 34-3. Het blijft spannend, het verschil ten opzichte van de Raaltenaar. 7-27-10 is ineens weer iets meer dan 0,8 voor op Robert. ...5600 meter. 8-01-62. 34-5. Dan wint hij weer een tiende op Vunderink. Bijna een seconde voorsprong heeft hij op Robert. En Sato die steeds dichterbij komt. Rondje 34 rond en daar haalt hij dus weer op in. Deze ronde ging voor Vunderink in 34-2, op weg naar de 6 kilometer. 8-36-15. Ook mooi regelmatig hoor, van Michael Hatschief. 8-36-15 is nu weer nog maar 17e sneller. En daar zien we in één shot ineens weer Sato. Die nu twee buitenbochten krijgt. 6400 meter. Vunderink had een 34,5 en kwam door in 9-11-4. Hatschief. 9-10, bijna 9. En weer 14e winst voor de Japanner. Die nu na twee binnenbochten op de volgende kruising in de buurt, of misschien wel naast Hatschief komt. En Hatschief ziet dat, kijk maar, zag je dat hoofd even naar links,
Wenden, 6800 meter. 9:45.80. En nu een 34.9. 9:45.80 is nog maar 1400ste sneller dan Robert Funderink. Sato nu inderdaad naast Hatschief, maar krijgt dan weer twee buitenbochten op 7200 meter. Maar Mikko Hatschief zal het moeilijk krijgen met de Japanner als hij hetzelfde doet als zijn landgenoot. En dat is ontzettend op wilskracht doorgaan. 10:20.82, een 35-0. En, ik zei het u, Funderink bleef maar 34ers produceren. 10:20.82 is 0,2 langzamer dan de doorkomst van Funderink op 7200 meter. Ja, daarvoor kijken toch veel schaatsers zich op hoor. Ook een routinier als Hatschief. Zo vlak kunnen rijden als Robert Funderink, dan kun je wel in het begin flink sneller zijn. Kijk maar eens, 10:56.11, 35.2. Sato nu ook een 1/10 langzamer in deze ronde dan Hatschief. Geen probleem bij de kruising, Hatschief mag nog net voorlangs. Hatschief een seconde inmiddels achter Funderink. En als we de moeite zien waarmee hij die bocht doorkwam, gaat dat nu oplopen. De achterstand op de man die de tijd al neerzette in de tweede rit. Kijk maar, weer een 35 plank. 11:31.16. Het is 1/14 langzamer dan Robert Funderink. Mikko Hatschief die er nu echt voor gaat knokken. Gemotiveerd hier aan die 10 kilometer begon. Zelfs er nog over denkt om nog 2 jaar door te gaan. Dat is toch knap als je al zoveel jaren meedoet. 35-1 is een rondje, 12:06.36. Het verval weet hij beperkt te houden. Maar het is nog niet goed genoeg om Funderink weer te achterhalen. 2 seconden is nu al op de achterstand. Maar laten we niet vergeten dat 12:06 als doorkomst op 8400 meter wel 10 seconden sneller is dan Thomas Bos. Dus die gaat een plaatsje zakken. Nog één. Als Sato bijblijft, wat 2. 35-1. De tweede achter elkaar, 12:41. Als doorkomst. 3 seconden nu achter Funderink. En een rondje van 35-7 voor Sato. En kan die het dan nog opbrengen om weer te gaan versnellen? Dat ziet er wel naar uit. Hij doet in ieder geval een poging. 35-2. En 35-1 voor Sato. Die probeert het weer. 13:16.78 was de tussentijd van Hatschief. 8 seconden sneller dan Thomas Bos. 3,5 seconden langzamer dan Robert Funderink. En ook Mikkel Hatschief die nu het eind in zicht heeft. En weer sneller kan gaan rijden. En natuurlijk opgezweept wordt door de achter hem rijdende Japanner. Op de bel, Mikkel Hatschief. 13:52.62. Ineens zakt hij weg naar 35-8. Sato is ietsje sneller. Maar ik vrees niet snel genoeg voor de Japanner. Of Hatschief moet echt in elkaar storten. Om via de laatste binnenbocht de Oostenrijker te passeren. Hij komt in ieder geval heel dichtbij. En ze hebben het hoor, dat die eindschot. Hij lag echt 30 meter achter en nu is hij hem al toch voorbij. Hatschief is kapot en Sato wint verrassend de race. En kijk naar die 5e plaats van Kazuhiro Sato.
14-28-30. Ja, doe maar. Het handje mag erbij. Hij zit maar 14 seconden achter zijn persoonlijk record. En dat is knap. Op de Olympische baan van Albertville scoort hij voorlopig een vijfde plaats. Hatshief, die al een keer vijfde was geweest. Zilver won ooit. Staat nu voorlopig zesde. En Heinze, wie zouden ze daar nog van af kunnen halen in de volgende ritten? Een vraag die denk ik niet zo moeilijk te beantwoorden is, want eigenlijk niemand, denk ik, of het zou al die twee jonge Russen moeten zijn, Sanarov en Sayutin, die ook een goede 5 kilometer hebben gereden. Of misschien toch een man als Brian Wannick, de Amerikaanse kampioen, of Danny Kaa en Rudy Jeklic, maar echt reëel is deze veronderstelling natuurlijk niet. Dit is het klassement en dat zal voorlopig zo blijven. Veldkamp 1, Korst 2, Kallenstra 3, Funderink 4, Sato nu toch 5, helemaal in tweede positie gereden gedurende de rit en op het allerlaatste stukje Hatshief voorbijgegaan, die dus zesde staat. Bengtson 7, Johansen 8, Siegel 9 en Thomas Bos op de 10e plaats voorlopig. En of dat zo zal blijven, dat moeten we even afwachten. Er komen nog een paar mensen in actie die misschien voor die 10e plaats van Thomas Bos nog wel een bedreiging zouden kunnen vormen. We hebben 10 ritten gehad van de in totaal 15. Met andere woorden, er komen er nog 2. Het begint overzichtelijk te worden. Deze dweilpauze en daarna nog 2 keer een dweilpauze.